Goedemiddag, het is vandaag woensdag 28 november. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van het... Het is 28 november, de vierde laatste show van de tour vandaag in Patronaat in Haarlem. Zou je voor mij Tinder installeren of zou je nooit zo ver gaan? Nee. Grindr? Nee. Rimmen? Hey, wat heb je aan vandaag? Nou, ik heb voor de verandering weer eens even een nieuw kledingstuk uit de kast getrokken. Swag. Dit is mijn jurk, maar ik denk dat het mijn signature wordt. Signature jurk. Justin Bieber heeft ook vaak zulke jurk aan. En een heel cool concert. Ja? Van wie? Van jullie. Zeg maar. Oh fucking chill. We zijn nu in Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland. In tegenstelling tot de meeste mensen denken dat Amsterdam dat is, Damsko. We lopen hier dingen te verkopen voor Only Step Left. Nog 3 shows left, Only 3 left. We gaan zo door met de prijsvraag en met een quiz. Dus stay tuned, blijf erbij. Ga lekker viral, set sail, mazzel tov. Niks, ik weet niks. Vond je het leuk? Zeker. Gauw zeg. Ryan Gosling? Tuurlijk, bitch! Dat is mijn oma. Ja, dat weet ik, en die is op de rotte zijn bouw. Wat? Ben je een liefste motherfucking Only 7 Left tattoo? Wow. Ik heb er zelf ook een. Hey, hé, wat vind je ervan om te gaan stoppen? Ja, veel kut. Ja. En het beste liedje hebben ze nu uitgevoerd. Dat vind ik ook, oprecht. Ja. Oprecht, beste nummer. Ik hoop nog op een klein hitje. Ik wil zeggen tegen alle mensen in het patronaatje, jullie zweten hier behoorlijk uit het naadje. Jullie vullen altijd ieder gaatje. Het is je boy Roger OSL tot het gaatje. Ze zijn bezig met de afscheidstournee. Nog 3 shows staan er op de agenda. Ik kom sowieso, hey. Jij moet ook komen, koop je tickets online. Het is het de www, je weet waar je zelf moet zijn. Ah, het patronaatje laat je horen. We zijn in, het is 28 december, de 3 na laatste show van de tour, als ik me niet vergis. Misschien vergis ik me wel. Het is 28, nee. Hey, waarom lukt het nee. het is 28 november, de 3 na laatste show van de tour. 4 na laatste show van de tour, godver. Weet niet goed, what the fuck? Deze man, jongen, niet te stoppen.